Awang belang regdi en adida tu dansi wo mek prisiri en ano mek prisiri wang mar wo meku wo pot wam chinso leri na farstang in umasma fuden kang sabi den presi ina libi makanra. Dat heeft u gehoord van mevrouw Pinas en mevrouw Berika vandaag. Ik wil jullie bedanken, want meer het ook doen af den trapprogramma ook toe, bij wat kardinsma ook toe. Dus Ulayanga model. We denken dat hier de smafu mungo, de smafu teto, ook toe de smalat we barwan shit odi. En natuurlijk likano mofu want we atade ja dan bijna een soort activiteit bij de en omessan op zijn district. Ik groet ook de DC van het district, mevrouw Panza. En ik bedank ook de dames die vanuit Mungo eigenlijk opereren. En onder de naam Opposikisike gaan ze door ook nog in 2019. U heeft het gehoord? Hun activiteit is in de Anthony Nesty Sporthal en daar kunt u lek van ning etaki bo opo seke seke de opo seke seke ma opo dat want taki na you ede you verstang nanga you do mus opo so dat i sap taki smano kan si you lek figi futu you na uma ya en uma we giale speki ook to ook vandaag in deze editie van Mantin Taki praten wij behalve over de dag van de vrouw ook over vandaag. En vandaag is een bijzondere dag, want ik hoor al verschillende collega's praten over ik moet op zo'n plek zijn, ik moet om 10 uur op zo'n plek zijn, ik moet om 9 uur op zo'n plek zijn. Nou, waarom moeten ze dat allemaal doen? Omdat die dingen aan DIP, a boekoe, a schrif, a krantie, en een mik uit, maar alle prespe skrifi skrifi na een belangrijk PC document voor kan die abras of voor kan die DDC waarde. En deze dag, de twee gasten die we nu in de studio hebben, gaan alles vertellen over de dag. Het is 4 maart, welkom bij ons in Mantin Taki. Goeiedag. Ja, mevrouw Bijlot zie ik en mevrouw Groeneveld. Groeneveld. Mevrouw Bijl, hoe gaat het met u? Prima. Vandaag is er een vandaag extra smile. Ja, vandaag zijn jullie jaren. Gefeliciteerd met de dag. Ja, dank u wel. Want en vandaag, hoe ziet het feest eruit? Vandaag mogen we vieren 19 jaar nationale voorlees- en verteldag. En hoe de dag er vandaag uitziet, van 5 uur tot 7 uur, mogen de mensen het feest met ons komen meevieren bij het Nola Hatterman Academie. Ik heb gehoord het wordt spannend. Ja, het wordt spannend, maar vooral leuk, hè? De inhoud van de dag, voorleesdag. Wat moet ik me erbij voorstellen, mevrouw Kruijver? Dus ik ben in feite hier zo voor sport en jeugdzaken. Omdat okay. We 23 februari heeft Tante Gerda dus een voorlees- en vertelworkshop gehouden voor de buurt van Sophia's Lus. En we hebben nog een verdere samenwerking. Het gaat dus meer om lezen, voorlezen en vertellen in buurten als Sophia's Lus. Nou, en hoe was het 23? De participanten hebben gezegd dat ze het fantastisch vonden. Mm-hmm. We hebben een vervolg in planning, maar dan willen we het dan vooral hebben over het voorlezen en vertellen voor kinderen, zorgpupillen, kinderen met zelfs de zogenaamde gedragsproblemen, etc. En rijpe kinderen. Dus we gaan meer in de diepte dan. Hoe goed zou het kunnen werken voor die doelgroep? Bijzonder goed, omdat voorlezen en vertellen, en dat weet Tante Gerda helemaal van, heeft tal van voordelen. En dat willen we dus helpen promoten. Daarom vandaar dat het ministerie van Sport en Jeugdzaken Tante Gerda ondersteunt. Een slogan die past bij dit onderwerp is lezen is weten. En dat horen we al vanaf de eerste klas, vanaf de kleuterklas, kreeg het mee van de leerkrachten. En mevrouw Gerda, Tante Gerda zoals we haar kennen, heeft ook samengewerkt met de STVS. U heeft net gehoord, ze heeft gewerkt met de mensen van Sophia's Lus. En ze doet aardig wat als het gaat om het stimuleren van voorlezen. Sinds jullie begonnen zijn 19 jaar terug, als u kijkt vandaag aan de dag, wat is bevorderd? We groeien. We groeien. Het is prettig als je komt, want het eerste als ze je zien, Tante Gerda 4, maar kom je bij ons vertellen dit jaar. Maar wat doen wij? We hebben dus, het was voor 2010, hè, hadden we alleen de Nationale Voorleesdag. Maar toen dacht ik, nee, er moet veel meer voor kinderen worden voorgelezen. Dus toen hebben we gedacht van, weet je wat? We maken er een voorleesweek van. Wow. Ja? Maar ik wil daar straks meer over vertellen. Dus dan hebben de kinderen een hele week moet dus voor kinderen worden voorgelezen en verteld. Dus ik hoop dat leerkrachten,
kindertehuizen, alle mensen die bezig zijn, dus met activiteiten met kinderen, dat ze een 5-7 minuutjes uittrekken om die kinderen elke dag een verhaaltje voor te lezen en of te vertellen. We hebben daarom ook als motto, lees me elke dag een verhaaltje voor en vertel me elke dag een verhaaltje. En dat hebben vooral de cursisten, mag ik zeggen, no? Van Sophia's Lust, hebben dat heel goed begrepen. Want de beginning is dit. Ik heb een Grand Tanya Award gekregen waar ik niet had op gerekend. Weet je, en dat was heel prettig. Maar het gaat erom om te werken aan de bewustwording, toch? Dat taalontwikkeling, wij als volwassenen, dus ouders, alle instanties, dus die een deel van de taak van de ouders overnemen. Wij zijn verantwoordelijk voor de taalontwikkeling van onze kinderen. En u weet, in Suriname hebben we kinderen uit verschillende bevolkingsgroepen. Dus je komt kinderen tegen met verschillende thuistalen. Gisteren is ook aan de kinderen gevraagd, welke taal spreken jullie thuis? Nou, tot Spaans is erbij gekomen, hè? Hebben we gehoord. Maar wat is het? Kinderen moeten het onderwijs in het Nederlands volgen. Nederlands is onze officiële taal. En het onderwijs bij ons wordt dus ook in het Nederlands gegeven. En wat merk je? Heel veel kinderen hebben een grote taalachterstand. En door die taalachterstand kunnen ze het onderwijs minder makkelijk volgen. Sommigen kweken zelfs een aversie tegen het geschreven woord. Dat wil zeggen dat ze ook problemen krijgen met het leren van hun geschiedenis en aardrijkskunde lessen. En voorlezen is het middel om de taalkloof te overbruggen. Dus vandaar dat we deze dag hebben uitgeroepen. En een tweede, dus taalontwikkeling. En ook het Surinaams kinderboek dichter bij het kind te brengen. Omdat taalbeleving begint in je eigen belevingswereld. Vandaar dat we gekozen hebben, de naam van de leesclub is daarom Tobi Deb. Het begint in je eigen omgeving en van daaruit ga je verder naar de horizon. U heeft het gehoord, al is het 5 minuten, al is het 7 minuten. Als u de tijd kunt uittrekken, en ik denk dat het belangrijk is en dat het ook berekend is, waarom ze eigenlijk beginnen bij 5 minuten. Als u dat uittrekt om uw parels een lesje voor te lezen, dan kan het altijd positief werken. En hoe positief het kan werken, dat ziet u ook sowieso aan de prestaties. Ter afsluiting wil ik heb ook iets gehoord daartussen, mevrouw Gerda, we gaan haar vragen. Ik hoor cursisten, dus mensen worden getraind om andere mensen eigenlijk te helpen. Eigenlijk zit het anders. Het zijn dus geweest gemeenschapswerkers, crashleidsters, jongeren, dus eigenlijk leerkrachten inderdaad, personen uit de gemeenschap van Sophia's Lust en andere geïnteresseerden. En we wilden ook vooral mannen hebben, omdat eigenlijk die bewustwording moet ook komen van dat vertellen is niet een vrouwending, weet je. En we hebben het ook inderdaad gisteren gezegd, hè? Mannen kunnen misschien iets wat minder wat voorlezen betreft, maar ze kunnen als toppers eigenlijk vertellen. Dus dat willen we ook promoten. Het is goed gegaan, heb ik sowieso. Aan het gezicht van mevrouw Dijlot. En ik weet sowieso dat de Gerda, die heeft soms ook extra spullen hoor, wanneer ze vertelt. Alleen om te visualiseren wat ze allemaal bedoelt. En we hebben ze heel kort vandaag in de studio, omdat we al die andere gasten ook willen accommoderen. Maar ze hebben gesproken niet over de voorleesdag, maar over de voorleesweek. Dus begin deze week, mama of papa, en vooral papa, begin deze week met een boek. En als u slim bent, dan pakt u 2 bladzijden per dag. En ik denk dat u aan het eind van de week, misschien zelfs aan het eind van de maand, uw boek heeft afgerond. En u heeft uw dochter of zoon ook geholpen. Ik wil jullie bedanken. Ik heb het heel goed begrepen. Ja, ik wil nog 1 ding erbij zeggen. Wat je doet voor kinderen, wat goed voor ze is, daar word je zelf beter van. Nou, eigen ervaring. Zo, u voelt het al. Ze heeft zoveel ervaring als het gaat om voorlezen. En ook nog een verhaaltje heel snel samenvatten om u een tip mee te geven. We bedanken ze voor hun bijdrage vandaag in deze uitzending van Mantezaki.